Je hebt muziek waar je gewoon lekker naar kunt luisteren en je hebt muziek die je echt raakt. Dan doet het iets met je lichaam en dat is eigenlijk precies wat celliste Jacqueline Hamelink wil bereiken. Dan moet het gevoel voor die muziek ook wel van diep komen. We gingen erover met haar in gesprek. Ik heb de cello eigenlijk voor het eerst gezien toen mijn vader eindexamen deed, koor- en orkestdirectie. En daar zat een cello te spelen. Ik zat op de koorbanken vooraan. En ik werd, ja, het was liefde op het eerste gezicht eigenlijk. Ik wist meteen dat ik dat wilde gaan spelen. Ik vind alles aan de cello mooi. Ik vind de vorm mooi. Je kan hem natuurlijk op schoot hebben. Je kan hem omarmen. Als je hem bespeelt, gaat dat natuurlijk ook helemaal trillen. Dat vond ik natuurlijk ook als kind zo voor het eerst zo van, dat trilt. Dat is mooi. De klank vind ik fantastisch. Ja, voor mij is het allermooiste instrument in de hele wereld. Voor mij. Die momenten van eenheid met je instrument. Dat zijn wel een soort zeldzaamheden iedere keer, maar wel zo waardevol als het gebeurt, dat je daar wel, dat voed je zodanig dat je daar weer doorgaat. Het is wel zo dat de cello een heel arbeidsintensief instrument is. Hè? Dus als ik inderdaad veel kan spelen en studeren, dan voel je op een gegeven moment, ja, nou is iedere vezel erop ingesteld, nou klopt alles. Nou doet hij echt precies wat ik graag zou willen. Maar het is altijd een beetje een strijd en een veel eisende minnaar, zeg ik soms wel eens eventjes. In ieder geval, ja, het is gewoon een veel eisend instrument. Dus als je niet de aandacht geeft die hij vindt en die hij verdient, dan klinkt hij ook niet zo als jij graag zou willen dat hij zou klinken. Ik was wel als kind met heel veel verschillende dingen bezig. Ik deed muziek, ik speelde cello, maar ik was ook bezig met dans en ik was ook bezig met theater. Maar dat deed ik dan voor mezelf op mijn kamer. En dansen ook, dat deed ik ook voor mezelf op de kamer, voor de spiegel. Zo. Ja, dus ik was eigenlijk altijd wel met een heleboel verschillende kanten bezig, ja. Het optreden voor familie is altijd heel moeizaam voor mij geweest. Zij moesten eigenlijk, hetzelfde eigenlijk met praten. Ik praatte altijd heel moeilijk, dus cello was voor mij echt wel een manier om me uit te drukken. En ook het optreden, ze moesten heel erg lang trekken en zeuren tot ik dat dan deed. Maar als ik het eenmaal deed, wilde ik ook niet meer ophouden. Maar ik weet ook nog wel dat ik ben altijd heel streng voor mezelf geweest, ook als kind al. Dus ik heb heel vaak, als ik dan optredens had gehad, dan liep ik stampvoetend van het podium af. En als dan iemand mij zei dat hij het zo mooi vond, dan schold ik hem haast uit. Omdat het toch bijna niet kon. Zo. Dus gelukkig is dat wel wat beter geworden nu. Ja. Of ik me laat leiden door de cello of andersom. Vind ik een heel interessante vraag. Een van de antwoorden, ik weet niet helemaal, voel dat het een diepere vraag is waar ik eens over na ga denken, is wel dat, zal maar zeggen, hoe het tussen mij en mijn cello gaat, wel leidend is ook vaak over hoe ik mijzelf voel. Ja. Dus in die zin, als dat goed zit, dan. Dus, in dat geval leidt de cello op mij dan, denk ik dan toch wel. Ja. Dat is interessant. Ja. Ja, of een goede samenwerking. Ja, laten we het daarop houden, ja. Men noemt jou een culturele veelvraat. Is dat ook de reden waarom je Sounding Bodies hebt opgericht? Ja. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik in gezelschappen mee kon doen, zowel dans als theater, waar ik dubbelrollen kon doen. Maar niet iedereen zat er altijd op te wachten. Gewoon, dus, en ik had daar zoveel honger naar om al die dingen, ook vooral die dingen te verbinden. Want soms had ik er ook door hoe ik zelf in elkaar zit moeite mee dat
dat verschillende disciplines als eilandjes naast elkaar op een podium waren. En ik wilde echt die versmelting opzoeken. Van hoe kan je nou door samen te onderzoeken meer worden? Ik moet een soort nieuwsgierigheid naar die persoon hebben. En die is ook niet zomaar één op één van mij weer te vervangen. Het gaat mij om de totale persoon waar die voor staat. Hoe die op het podium is. Maar het totaalpakket eigenlijk. En, ja. De ontmoeting. Ja, die ontmoeting, inderdaad. En dan gaat het ook echt dat je probeert, wil ik echt jou leren kennen. Ja. Dus dan gaat het, dat gaat wel diep. Ja, Bachkliniek, ik vind het fantastisch. Het is eigenlijk, toen ik net begon, toen ik mijn gezelschap net had opgericht, Sounding Bodies, toen was ik begonnen met de Bach-therapie. En ik wilde graag één op één voorstellingen spelen. Ik wilde mensen een speciaal cadeau doen, dat je gehoord en gezien werd. En die muziek van Bach, die is fantastisch daarvoor. Omdat ik er op een gegeven moment achter kwam dat ze, dat is een moeilijk woord, maar ze componeren volgens muzikale retoriek. En ze waren in die tijd ervan overtuigd dat iedere toonladder voor een bepaald gevoel stond. Ja, ik geloof zeker dat muziek helend kan zijn. In de tijd van Bach geloofden ze daar zeker in. Dat het ook nog inwerkte op je lichaamssappen. En dat je daardoor, als die goed in balans waren, dat je dan gezond was. En trillingen werkten daarin mee. Dus muziek kon daar een hele werking in hebben. En ik geloof ook zeker door zo'n ontzettend moment te creëren van dat het echt alleen om jou gaat. En dat er alleen aandacht is en voor wat jij op dit moment nodig hebt. En dat dat dan ook via de muziek komt. Dus woorden kunnen vaak, kan soms toch misgaan. En met muziek die is, omdat die taalloos is en recht naar dat plekje gaat. Dan is het heel helend. Nou ben ik dus op dit moment met een fantastisch team van 6 muzikanten die ik op aan het leiden ben, de Bachkliniek aan het vormen. Dat betekent nog steeds het één op één, maar je krijgt dan ook zo'n klankbehandeling van een kistorgel of van een klavercimbel of van een piano of viool. Je hebt ooit eens gezegd dat jij je kracht haalt uit je angsten. Ja. Heb je nog een angst? Alleen maar. Ja, ik vind altijd alles heel spannend en ik zie alle beren altijd tegelijkertijd. Dus het is ook wat dat betreft erg vermoeiend in mijn hoofd. Maar ja, dat betekent niet dat je het niet doet. Weet je wel, beren die zijn er altijd. Maar het betekent niet dat je gewoon gaat voor wat jij wil. Ik noem dat dan, ik heb ook de tattoo laten zetten, zo van een draak. Ik noem dat het temmen van je draken, die allemaal gelijk hebben. Iedereen heeft altijd gelijk, want meestal als jij iets heel nieuws wil gaan doen, ja, dat is ook moeilijk, want je moet nieuwe wegen maken en zo. Dus ja, dus ik vind eigenlijk altijd alles spannend, maar het is ook een drive. En ik heb steeds meer geleerd van, zeker als je, ik zeg altijd, je draken gaan het hardst roepen als je heel dicht bij je zielenwens bent. Dat is een goed teken dan. Daarom denk ik, dat is een goed teken. Ja, ik zie jullie allemaal gelijk. Ja, oké, goed. Ja, en dan weer door. Ja. Maar mij blijft het altijd, het moet kloppen bij het idee wat ik dan in mijn hoofd heb. En soms betekent dat ik dat alleen moet doen. En soms betekent dat ik dat absoluut met een andere discipline samen moet doen. En wat die discipline wordt, wordt ook bepaald vanuit het idee. Het moet altijd versterken. Dus het kan zijn dat ik met veel meer mensen samen ga werken of alleen. Dus het zal, alles wat ik doe zal altijd vanuit die ziel komen, maar altijd in verschillende constellaties bestaan. En dat vind ik spannend. Ik zal wat dat betreft iedere keer verrassen. Het is als je naar een voorstelling van mij komt kijken, is het de ene keer dat, de andere keer dat. Maar ik hoop heel erg dat je dus die ziel door alles heen kunt blijven voelen. Thank you.